Dat jaar daarna heb ik auditie gedaan. toen ik in de zesde zat. En toen ben ik aangenomen. Maar mocht, moest ik nog een jaar wachten. om echt te beginnen. Wil je weten waarom? <laughs> Omdat uh, Bruin zei: Je hebt zo erg alleen maar middelbare school gedaan. en zo erg alleen maar jeugdtheaterschool. misschien moet je eens een keer wat anders gaan doen. En met dat andere bedoelde Bruin. volgens mij eigenlijk uh, ook eens ergens anders theater gaan doen. Maar ik heb het vrij uh, extreem opgevat. Ik ben namelijk naar Nepal gegaan. En ik heb in Nepal uh, in een klein dorpje in de Terai Engelse les gegeven. En daar gewoond. Tot de laatste ronde gekomen. Hele lieve brief van Bruin gekregen. Waarin die schreef dat ik een potentiële student voor de opleiding was. Maar nog te weinig bagage had. Wat ook klopte, want ik had nooit iets met theater gedaan. En uh, toen ben ik een vooropleiding gaan doen in Utrecht... Uh, heel erg gaan twijfelen of ik nog wel een fulltime studie zou gaan doen. Uh, vanwege allerlei praktische en financiële redenen. <laughs> en toen kwam ik heel anders terug dan ik heen was gegaan. En ik weet ook nog dat Bruin mij zag op de ontmoetingsdag voor de zomer. En dat hij daarover later heeft gezegd, dus hij, ik herkende je bijna niet, want je had zo'n andere uitstraling dan eerst. Maar gelukkig uh, mocht ik wel gewoon beginnen. Toch opnieuw auditie gedaan? Want ik dacht ja, als ik het nu niet ga proberen, dan gaat het me altijd bezighouden van wat als ik wel aangenomen zou zijn. Auditie gedaan en aangenomen, en toen wist ik ook gelijk: oké, okay, en nu ga ik het ook gewoon doen. Dus um, ja, toen ben ik ervoor gegaan. Ervaarde het eigenlijk als, als een grote speeltuin waarvan ik mocht snoepen. Dus, en ik wilde ook alles hebben en proeven. En uh, alles staat daar maar klaar in die school voor je: kostuums, decors. Dus uh, pittig, maar ook heel lekker. Ik was ook heel onzeker, eigenlijk. Ik was ook heel erg bezig met uh, dat de ja, theaterschool een heel belangrijk gebouw was. En dat iedereen heel belangrijk was. En docenten heel belangrijk. En ouderejaars waren ook heel belangrijk. En iedereen was heel goed. En dat, dat bleef ik ook best wel tegen mezelf zeggen. Ik heb mezelf ook niet heel erg geholpen om dat dan binnen een week weg te krijgen. Ik bleef dat hele jaar best wel daarmee bezig. Ja, het was wel een walhalla qua wat ik kreeg. Dus uh, de vakken en de, de docenten. Maar die hele wereld van die kunstmensen en die klasgenoten en dat was wel eventjes wennen. Ik was ook wel heel bezig om het gewoon heel goed te doen allemaal. Weet je, al die lessen vond ik heel leuk, maar ik was ook wel heel, ik, ik wilde vooral horen dat ik het gewoon allemaal heel goed deed. Het is eigenlijk heel zonde achteraf, maar dat ik denk dat dat het eerste jaar voor mij wel heel erg was. Uh, het was denk ik niet zozeer de opleiding die tegenviel, maar ik die een bepaald beeld had van hoe ik me moest hoe ik moest zijn en misschien ook wel dat ik me heel erg uh, ging spiegelen aan de andere mensen in mijn klas en dat ik dacht oh ja dit verwacht de opleiding van je maar dat heb ik eigenlijk maar verzonnen ik vond het vooral heel bijzonder dat ik dat mocht doen zeg maar dat ik er onderdeel van mocht uitmaken en um... Ja, ik was vooral al, alles in me aan het opnemen, zeg maar. Er was gewoon ook nog een heleboel nieuw voor me. Uh, ik heb ook wel echt in het eerste jaar heel veel dingen niet gesnapt. Ik weet ook dat Bruin heel vaak tegen me zei, kom ik door? En, en dat ik hem dan aan zat te grapen en dat ik dan wel suggereerde dat ik het begreep. Maar dat hele vorm-inhoud-verhaal, dat heeft wel, uh, <laughs> wel even geduurd voordat dat bij me binnenkwam. Ik kwam doen in nog in een andere klas dan dat ik uh, eigenlijk de hele opleiding heb gezeten, want ik heb het eerste jaar heb ik twee keer gedaan en die klas was eigenlijk veel uh, streberiger, veel uh, zat een paar in die echte. Nou, ik ik had in ieder geval misschien lag het ook aan mij dat ik zelf nog echt een soort van overdonderd was van waar ik in terecht was gekomen, maar ik had het gevoel dat ik er af en toe echt zo uh, achteraan. Uh, maar ik vond het wel meteen eigenlijk dat ik dacht: ja, dit is, het, dit is wel mijn ding. En ik was er wel heel erg zoekende in. Maar ik had wel het gevoel dat ik goed zat. Uh, bijna 24 uur per dag met negen mensen zijn die je eigenlijk niet kent. En daarmee zoveel nieuwe dingen leren en zoveel nieuwe indrukken hebben. Uh, en daarbuiten eigenlijk geen andere mensen leren kennen, dat vond ik het zwaarst. Ik zat op de MIEM, nou, daarvoor nog Maastricht, maar ik zat op de MIEM en in dit gebouw al. En ik kreeg een rugblessure na het tweede jaar, dus uh, moest ik het jaar overdoen, maar dat kon niet. Dus toen dacht ik, uh, fuck, wat nu? Uh, het was echt vijf dagen voor het school sloot. En toen dacht ik, ik wil naar een andere opleiding. Zou ik blijven tussen atka en theaterdocent. Uh, maar uiteindelijk wilde ik heel graag naar theaterdocent. En ik denk dat dat, nou, ik denk dat dat komt omdat ik chaos had gedaan met uh, the theaterdocent. Uh, dat is een project met Miem en regie en theaterdocent in januari. En dat was eigenlijk het leukste wat ik had gedaan in twee jaar opleiding. Miem, die week chaos. Het was geëngageerd, het was met allemaal andere mensen. Uh, en heel leuk stukjes maken. En toen in een gesprek ook gewoon gezegd van... ja, het is beter om, om het eerste jaar nog een keer te doen. En uh, de tijd te nemen om ja, de blokkades die er waren en dingen in te halen. Om dan gewoon de tijd te nemen om, om het opnieuw te doen. Om, om een nieuwe start te maken ook. En dat, ja, dat was, vond ik wel fijn, om in een nieuwe klas te komen... en ook een soort van nieuwe functie te hebben of functie. Een soort van dat je anders aangekeken wordt door de rest van de klas, van oh hij heeft het al een keer gedaan. Ik was ineens degene die het, die het allemaal al wist en die het allemaal al een keer gedaan had en ja, die wist hoe het in elkaar zat. En ik had ooit al een auditie gaan met theatercent, maar ik heb toen voor de meme gekozen. En toen dacht ik, ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon instromen daar in het tweede jaar, na de zomer. Dus een week voordat de opleiding begon heb ik de knoop doorgehakt en uh, heb ik Bruin opgebeld en gezegd dat ik kwam. Ik weet nog, ik vond het eerste, ons eerste jaar, onze eerste klas, een heel ingewikkelde klas. Waarin iedereen heel erg aan het aftasten was wie met wie. En met die wil ik wel maken. En met die wil ik niet maken. En als ik met die ga maken, dan wordt het sowieso slecht. En als ik met die ga maken, wordt het sowieso al verschrikkelijk. En, en toen er wat mensen afvielen, kwam er we wel een soort van rust. Ik dacht ook, oh, die vijf, laten we het vooral met die vijf gaan doen. Even, even naar de theatercentrum was, ja, dat was natuurlijk niet zo. Dus het was veel zwaarder als ik had verwacht. En uh, moeilijker, veel moeilijker. Ik moest hier opeens inhoudelijk zijn. Uh, en vormgeving, we begonnen gelijk met, met vormgeving. Uh, en ik had nog nooit in mijn hele leven iets met vormgeving gedaan. En daar stond voor mij het hele eerste jaar ook bij jullie wel veel een teken van. En ik was gewend een leeg podium met spelers. Dus toen die eerste anderhalf maand alleen vormgeving was. En een project van Carina. Toen dacht ik echt. Huh? Uh, ja, dat was echt even wennen. En zeker inderdaad dan in een ruimte met allemaal twee weken met takken zitten. <laughs> dat vond ik echt heel, uh, heel moeilijk, heel raar. Echt, ja. <laughs> ja. Kennis gemaakt met de basisbeginselen van theater, leren kijken, op zoek naar je fascinatie. Dat vond ik ook heel erg leuk. Daarmee leer je ook veel over jezelf. Hoe kijk jij eigenlijk naar de wereld? Wat wil je vertalen naar het theater? Ik vond die eerste jaren een hele leuke onderzoeksroute.